Milieuactivist Erland Sleur houdt morgen samen met anderen een protestmanifestatie op het Onafhankelijkheidsplein. Hij vindt namelijk dat er op de internationale klimaatconferentie een vertekend beeld wordt geschetst over de status van onze bossen. Dit zei hij vandaag tijdens een ontmoeting met de media in de Palmentuin. Volgens Sleur moeten de internationale organisaties die op de conferentie zijn vertegenwoordigd, weten dat onze bossen niet gedegen worden beschermd. En dat leidt tot vernietiging. Sleur vraagt zich af hoe de financiële middelen die Suriname wil voor behoud van het klimaat besteed zullen worden als er sprake is van corruptie. We just want to open up people's eye that they see that what is happening in Suriname is not what we have seen in the conference during the seminar for high forest, low deforestation countries. We have seen during the presentations beautiful pictures from Suriname, 93% forest and good governments. That is not what the true picture is. If we have corruption, that means there is not any control of what is happening with our forests. People are doing in our forests whatever they want because our government cannot control it. Or either, in some cases, they are even part of it. Dat Suriname meer dan 90% bosbedekking heeft, is volgens Sleur al lang achterhaald. Hij zegt dat door allerlei activiteiten, zoals houtkap en goudwinning, een groot deel van het bos is vernietigd. Audrey Christian, voorzitter van het inheemse platform in Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang, zegt dat deze activiteiten een bedreiging vormen voor inheemsen die van de bossen leven. Zij zal het protest daarom ook ondersteunen. Sleur benadrukt dat het protest geen politieke actie is. Mijn berekeningen komen op tussen de 85% en 88% dat wij nog primair bos hebben. De rest is, durf ik eigenlijk geen bos meer te noemen. Dus de betrokkenheid van de inheemse die het bos beschermen is zeer belangrijk in dit. Zij zijn degene die weten hoe met het bos om te gaan. Zij zijn degene die tot nu toe het bos hebben beschermd. Dus het is belangrijk dat bij elke actie, bij elk besluit die regeringen nemen, dat deze stem van de inheemse ook wordt meegenomen. Dit is echt een nationaal protest voor onze bossen. Het kan niet zo zijn dat we geld moeten eisen van het buitenland om onze bossen te beschermen. Wij moeten onze bossen beschermen, koste wat kost, niet omdat we er geld voor kunnen krijgen. Erland Sleur, hij is voorzitter van de milieuorganisatie ProBios. De milieuactivist houdt morgen een protestbijeenkomst op het Onafhankelijkheidsplein.